Vanaf nu is de nieuwe Singer Beeldentuin van Piet Oudolf voor iedereen vrij toegankelijk. En deze zomer presenteren we de tentoonstelling Geschilderde Tuinen. 100 jaar geleden zoomden kunstenaars in op de tuin. Ze waren gek op het schilderen van bloemen. Jacobus van Looy bijvoorbeeld, die blauwe violieren, daar was hij gek op. En mensen in de tuin, vooral mooie vrouwen. Bijvoorbeeld Robert Graafland, die een vrouw in een hangmat lezend tussen het gebladerte schildert. En de kunstenaar verbeeldt zijn eigen tuin. Bijvoorbeeld Emil Nolde in Noord-Duitsland. Emil Claus in België. En natuurlijk Claude Monet.